Nou jongens, hoe maak je een helikoptersysteem en waarom gebruiken wij hem? Nou, waarom gebruik ik een helikoptersysteem? Het is heel makkelijk aan te passen aan de situatie waar je in vist. Vannacht zaten we bijvoorbeeld op een hele blubberige bodem. In dat geval doe je je beach wat hoger, zodat je lood mooi in de bodem zakt. Over het lood gesproken, je kan ook lekker makkelijk je lood verwisselen van licht naar zwaar lood. Nou, zoals nu zitten we weer op een plek waar de bodem veel harder is en waar ik veel zwaarder lood nodig heb. Dus ik kan lekker snel mijn lood verwisselen. Ik schuif de beach helemaal naar het lood toe. En zo ben ik super snel aangepast aan de situatie waar ik nu in zit. Nou, in deze situatie vaar ik hem uit, dus ligt mijn rig sowieso goed. Maar gisteren zaten we dus op die andere stek en daar worpen we nog een stukje. Nou, het systeem draait mooi rond, dus je weet zeker dat je niet in de knoop komt. Dus je kan er ook makkelijk mee werpen en uitvaren. Nou, hoe maak je nou een helikoptersysteem? We beginnen met het splijzen van het materiaal. Ik pak 10 centimeter van het materiaal en dan zet ik de naald in het splijsmateriaal. Tot de helft splijs ik hem dan op de naald. Dan pak ik een quick change link, die stop ik erop en dan splijs ik het materiaal weer terug, zodat je de quick change link op je leader gesplijst hebt. Daarna pak ik een buffer bead, die haal ik helemaal over de leader heen en die zet ik dan tegen de quick change link aan. Deze zorgt ervoor dat als je je lood erop zet, dat die 100% niet meer eraf kan schieten. Hierna pak ik de helibead, die schuif ik op het leader materiaal, gevolgd door een quick chain swivel. Ook die doen we weer helemaal op het materiaal en dan pakken we weer een helibead. En dan zit je quick chain swivel tussen de twee helibeads. Nu is er nog maar één stap die we moeten doen en dat is het laatste stukje splijzen. Wederom pakken we 10 centimeter, we zetten de splice needle erin. 5 centimeter, dan pak je eventjes iets van een tool, dat je een beetje ruimte creëert. Je trekt hem terug, zorgt ervoor dat je een, ja, eigenlijk als het ware een soort van lusje blijft houden, zodat je makkelijk daarna op je lijn kan knopen. En dit is hoe je een helikoptersysteem maakt.